Wauw, denk ik dan. Wat is dit? Dat is een werk van Eric Joris in volle ontwikkeling voor het ogenblik, moet ik zeggen. Dus ja, ik denk speciaal gemaakt voor SuperBodies. Ja. Ja, Eric was ken ik al heel lang en eigenlijk al zijn experimenten met immersief theater heb ik van in het begin gevolgd. Immersief theater. Immersief theater, ja. Dat is theater waar je eigenlijk door technologische hulpmiddelen zoals een soort videobril en koptelefoons en dergelijke ondergedompeld wordt in een actie. Dus meestal ga je bijna geen meter van je plaats, maar je hebt de indruk dat je in een soort enorme ruimte aan het rondwaren bent en eigenlijk niet meer kijkt naar de actie, wat gewoon theater is. Hè. Je zit tegenover, maar je bent er gewoon deel van, je zit erin. Ja. Wat natuurlijk ook een heel andere dramaturgie enzovoort teweeg brengt. En wat voor Eric toch ook altijd wel ontzettend veel te maken heeft met zijn fascinatie voor het technologische extensie van het lichaam. Dus waar houdt het lichaam op en waar begint een soort robocop-achtige andere mogelijkheid om je lichaam uit te breiden? Theatermaker, wist ik, maar ik dacht dat hij striptekenaar was. Hij is ook striptekenaar geweest, ja. Natuurlijk. Lange, dus eigenlijk is dat een soort glijdende schaal geweest. Hij is begonnen als striptekenaar. Hij is daar beginnen nadenken over die idee van, ja, maar wat is er mogelijk als een soort virtueel technologische uitbreiding van je lichaam, wat eigenlijk versneld is ook door de verlamming van een vriend van hem, Paul Antipov, waar hij dan ook veel voor gezorgd heeft en eigenlijk een soort voorstelling mee gemaakt heeft waarin Antipov eigenlijk de centrale figuur is, terwijl die man niks meer kan door een of andere infectie. Ik ken het verhaal niet zo goed. En zo is ze beginnen verder werken. Dan is hij met internet een soort interactieve strip beginnen maken. Enfin, en zo verder is hij uiteindelijk gerold in dit soort verhaal. Dus een heel lang verhaal. Maar bijna als vanzelf vond ik dat dus interessant, dat iemand die al zo lang in zeer diverse media daarmee bezig is, ja, dacht van, en ik ken hem eigenlijk ook goed, en dacht van, ja, Erik, we moeten gewoon samen iets nieuws doen. En dit is een installatie. Dit is een installatie. En wat is de installatie? Dat is, je ziet daar al twee sporen eigenlijk. De bedoeling is dat je gewoon een wagentje volgt en door dit perspectief loopt. Kunnen we nu nog niet goed zien, maar dus eigenlijk, terwijl je beweegt, verandert het perspectief ook voortdurend, zodanig dat het eigenlijk bijna lijkt alsof de ruimte kraakt. Dus dat het beeld eigenlijk onmogelijk is, maar desondanks helemaal klopt. Dus terwijl je, dat is altijd zo, als je voortgaat, verandert je perspectief. Ja. En hier gebeurt dat ook, maar verkeerd. Dus iets wat eigenlijk zeer tegennatuurlijk is en dat probeert hij hier te tonen. En nu ga ik zwijgen, want de rest dus zal nog wel een hele verrassing aan zitten. En dan dus aan de andere kant van deze muur, maar daar staat nu nog niks, maar aan de andere kant van deze muur tonen we dan de geschiedenis van het stripwerk en hoe het ene het andere heeft beïnvloed.